CBN, PRIMEALERT had na het bezoek van minister Mike Pompeo aan de president Chandrika Prasad Santokhi, ook een vraaggesprek met defensieminister Krishna Mathoera. De minister van defensie die heeft er ook aangezeten met de minister van justitie en politie. Wat is er exact afgesproken met de Surinaamse defensieminister? U hoort Krishna Mathoera, minister van defensie Raj Mahango, legde het volgend interview vast. Krishna Mathoera, minister van defensie. In uw eigen woorden, hoe omschrijft u het bezoek van minister Pompeo aan Suriname? Nou, historisch en een heel belangrijk bezoek voor Suriname. Niet alleen een signaal naar Surinamers, maar ook internationaal. Dat er een nieuwe fase van internationale samenwerking gaat starten met de Verenigde Staten. Die samenwerking bestond er al. Ik ben zelf dankbaar aan de regering van Amerika, omdat ik in mijn hele carrière verschillende momenten heb meegemaakt van samenwerking op het gebied van training, op het gebied van het krijgen van middelen, op het gebied van institutionele versterking. Ik heb vaker geparticipeerd in trainingen van de Verenigde Staten van Amerika. Dus ik ben ze wel wat dat betreft heel erg dankbaar en ik denk dat wij als land nog meer voordeel moeten halen daaruit. En u hebt samen met collega's Amoxi van Justitie en Politie, sowieso de minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin, die hoorde hierbij. Maar wat zijn specifiek uw ministerie rakende, wat vandaag besproken is? Kijk, veiligheid is heel erg belangrijk, stabiliteit is heel erg belangrijk en leiders spelen daarin een hele belangrijke rol. Voor ons is belangrijk dat we als land veilig hebben en dat we een defensieorganisatie hebben die krachtig is, die flexibel is en die professioneel is en die onveilige situaties voorkomt, die ons beschermt, die onze watergrenzen, die bijna driekwart ervan is watergrenzen, dat ze ons beschermen daarbij, dat zorgen dat er geen illegale goederen hier komen en dat wij als volk veilig blijven. Wij hebben in Suriname zeker in deze crisis niet de middelen om te investeren in onze leger. En daarom is het belangrijk dat we samenwerken. Ja, en dat is een van de onderwerpen geweest op de agenda. Investeren in je veiligheidsinstituten, zodat je daadwerkelijk die veiligheid kan bieden aan je Surinaamse samenleving. En dat je ook geen gevaar bent, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de regio. Want als er hier onveilig is, dat betekent het dat er een onveilige impact daarvan uitgaat op de hele regio waarin je bent. Dus wat is het huiswerk dat u als defensieminister hebt meegehad? Nou, we gaan op technisch niveau zeker uitwerken, want het is op grote lijnen vandaag. En we gaan de komende weken en maanden echt op operationeel niveau en technisch niveau zaken uitwerken. En zodanig implementeren dat het volk ook de resultaten daarvan ziet.